functie. Ja, ik ben Tom Binnendijk, teamcaptain van het ambulanceteam. Een van de organiserende teams van dit evenement, Hulpverleners te Water. Wat houdt Hulpverleners te Water in? Vorig jaar zijn we daarmee gestart. We wilden een zwemmarathon organiseren, een zwemestafette voor hulpverleners. Die op die manier geld ophalen voor het goede doel, voor de Europa Run. De Europa Run, natuurlijk landelijk bekend. Hoeveel teams doen daar ongeveer aan mee? Met de Europa Run zelf, ja, het is groter geworden vorig jaar omdat nu niet alleen vanuit Parijs wordt gelopen, maar ook vanuit Hamburg. En uit mijn hoofd zeggende zijn er zo'n 325 teams die meedoen met de Europa Run. Hoeveel teams zitten hier nu te water? Qua zwemteams zijn het niet echt Europa Run teams die zwemmen, maar het zijn vier Europa Run teams die dit organiseren. Maar qua zwemteams zijn er nu 7 teams die zich inzetten voor dit evenement. En 7 teams, hoeveel personen zijn daar nu actief? Ieder team bestaat uit 10 man, waarvan tenminste maximaal 10 man, waarvan 6 tot 8 zwemmers. Daarnaast heb je een teamcaptain en een verzorger, dus nu totaal 70 man die hier aanwezig zijn in het zwembad. En hoe lang zwemmen die mensen die nu te water zijn? Lang. We zijn zaterdagavond om 7 uur begonnen en ze moeten nou nog door tot morgenochtend zondag 7 uur, dus dan zijn we 12 uur verder. En dan wordt meteen de eindstand bekendgemaakt? Ja, op dit moment vindt er ieder uur een update plaats van het aantal baantjes wat gezwommen wordt. Want er zijn teams die ook per baantje gezwommen gesponsord worden. En die tellingen lopen gewoon heel de avond door. Dus om 7:15 weten we morgenochtend de uitslag van zowel de aantal baantjes als de opbrengst. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Bezig met Hulpverleners te Water, hè? Dat klopt, we zijn bezig voor geld in te zamelen voor de Europa Run. Hoeveel uur ben je mee zwemmen? Hoeveel uur ben je aan het zwemmen? Nou, we doen blokken van 10 minuten en we zijn nu al half 11. Dus nog heel snel gerekend een uur of 9:30 te gaan. Zwaar? Het is niet makkelijk, zeker als je geen zwemmer bent. Heel veel succes. Dankjewel. Hoeveel baantjes heb je al geteld voor Hulpverleners te Water? Nou, ik ben nu net begonnen. Ik heb er nu alweer 15 geteld, dus het gaat hartstikke goed. En hoeveel gaan er nog komen, denk je? Ik moet nog 20 minuten, dus ik denk dat er nog wel 30 bij komen. Heel veel succes. Dankjewel.